sinds juli 2015. Begin met de bokzak. Lage hoeken en hoge hoeken. Dan gaan we verder. Binnenkant, buitenkant. Tot de streep. Dan gaan we weer naar achter. En om het makkelijker te maken, kan je het ook rustiger aan doen. Knie even. Je kan hem wat lichter maken. De gewichten, dan maak je het sowieso wat lichter. De volgende oefening. Een squat. En wil je hem zwaarder maken, dan gaan we omhoog. Een jump squat. De triceps. Ellebogen vasthouden en je armen strekken. Wil je hem lichter of zwaarder maken, dan stellen we de gewicht in. Yes, monkey bar. We tikken hem aan. En als dat te makkelijk is, dan gaat Tarzan naar de overkant. Ben je aan de overkant, dan kan je eventueel ook terug. Volgende, voor de biceps. Dan gaan we op de boos staan. Ellebogen vast. Gaat omhoog. Wil je het makkelijker maken, kan dat ook op de grond. Yes, we gaan naar de plank. Optie 1 is een gewone plank, dus met je teen op de grond. Optie 2 is met je voeten in de TRX. Je heupen recht houden. Volgende. Optie 1 is met opstappen, voeten naar achter zetten, weer naar voren. En wil je het zwaarder maken, dan springen we omhoog. Naar achter, naar voren, omhoog en op het plateau. En optie 3 is een push-up ertussen. Dus hup, zakken, voren, omhoog en staan. Yes, dan gaan we voor de benen. Stap naar achter en druk hem uit naar voren. Dus linkervoet naar achter is linkerarm omhoog. En de tweede ronde, de rechtervoet naar achter. En dan druk je hem uit. Voor de buik doen we de knee lift. Om en om als het lukt. Schouders maken een upright row met de kettlebell. Die kan je natuurlijk lichter maken. Door een lichte kettlebell te pakken. En dit was hem weer.